Hey, welkom bij de Pitch. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En vandaag 12 feitjes over crypto. Ja, en ik wist ze ook niet allemaal zelfs. Ik wist ze ook niet allemaal. Nee. Maar een hoop voor wat bekendere mensen in de cryptowereld liggen misschien iets voor de hand. Maar het is gewoon leuk om daar een keer eventjes alle feitjes op een rijtje te zetten wat we eigenlijk weten. Nou, laten we beginnen met Satoshi Sakituku. Ja, Okutakimaki. Satoshi Nakamoto. Ze weten nog steeds niet wie Satoshi Nakamoto is. Nee. Is de uitvinder van Bitcoin. Er zijn verschillende theorieën over de naam ook. Satoshi Nakamoto. Zijn ook geruchten dat het Samsung en Toshiba vormen Satoshi. En Nakajima en Motorola vormen Nakamoto. Ja. Dus het zijn vier techbedrijven die dat ontwikkeld zouden moeten hebben. Daar zijn heel veel theorieën over, kan je allemaal vinden. Maar goed, het feitje is dat hij ongeveer 1,1 miljoen bitcoin zelf bezit. Een hele hoop. Ja, daar zijn 36.000 bloks zijn er gemined vanaf één computer in het begin van de bitcoin tijd. En dat moet vanaf zijn computer zijn geweest. Elke reward was toen 50 bitcoin. Ja. Elke reward was 50 bitcoin toen. Elk blok reward. En er is dus ongeveer 1,1 miljoen bitcoin in de portemonnee van Satoshi Nakamoto verdwenen. Dat is een hoop. Daar wil ik wel een beetje van hebben. Dat is een hoop. Volgende puntje. Geen enkele entiteit heeft controle over de bitcoin. En dan bedoelen we met controle niet controle over de prijs. Nee, want whales. Ja, dan krijg je whales die beïnvloeden de prijs. Nee, we hebben het echt over de bitcoin zelf. Dus niemand heeft controle over de bitcoin. Geen over de overheid, blockchain van bitcoin. Ja, geen overheid, geen instantie, niemand. Bitcoin is echt in principe waar we allemaal naartoe willen. Decentraal. Ja. Is dus decentraal ook geregeld. Inderdaad, dat was feitje nummer 2. Ja. Nummer 3. 15% van de bitcoin zal nooit gebruikt worden. Is ook een hele hoop. Is een hele hoop. Maar waarom zullen die nooit gebruikt worden? Ja, die zijn omdat ze foochie zijn. Foochie zijn. Ja. Er zijn verschillende dingen geweest met hacks, noem ze maar op, waardoor er dus gewoon echt bitcoins verloren zijn geraakt. Mensen die private keys kwijtraken en nooit meer bij de bitcoins kunnen, dat is vroeger ook gebeurd. Vroeger ging dat over vele malen meer bitcoins dan nu natuurlijk. Ja. Toen zijn er ook mensen private keys kwijtgeraakt en die hebben dus nu gewoon geen toegang meer tot hun bitcoins. Dus eigenlijk is de circulating supply eigenlijk minder. Stiekem 15% lager. Eigenlijk kan de circulating supply dus geen 17,7 miljoen zijn. Nee. Maar eigenlijk is dat dus al een stuk minder. Ja. Ze zijn er wel ergens, maar ze kunnen niet gebruikt worden. Nee. Volgende puntje, puntje 4. Die vind ik leuk. Ja, 22 mei is uitgeroepen tot wereldwijde pizzadag. Nou, ja. Hoe komt dat? Dat komt omdat in 2010 op 22 mei iemand twee pizza's bestelde voor 10.000 bitcoins. Ja. En ieder jaar op 22 mei wordt er gekeken op Nationale Pizzadag wat die twee pizza's waard zouden zijn. Ja. Ja, en dit jaar zou dat ongeveer tegen de huidige koers van vandaag om erbij de 65 miljoen voor twee pizzetjes. Dat is ook een leuk feitje. Blijft een leuk feitje. Ja. Goed. Bitcoin transacties worden gemeten in Satoshi. In één bitcoin gaan 100 miljoen Satoshi. 1 Satoshi is dus met daarvoor nog een 1 met daarvoor 7 nullen achter de komma. Ja. Heel klein. Heel klein. En dat hebben ze expres gedaan voor die schaalbaarheid. En daar komen we dadelijk in een dus later. Dus 1 Satoshi is 0,7 nullen en dan een 1. Ja, het is eigenlijk zo klein dat je er niet makkelijk mee. Omdat wij nu nog omrekenen van Bitcoin naar Satoshi. Ja. Ik vermoed omdat Satoshi Bitcoin zo schaars wordt, dat wij op een gegeven moment de Bitcoin juist los gaan laten en in Satoshi's gaan rekenen. Zou kunnen. Maar dat is toekomstmuziek. Dat is toekomst. even kijken hoor. Het volgende puntje. Wallet kwijt betekent Bitcoin kwijt. Is ook zo. Niemand, als jij je wallet kwijt bent, je code of je kan er niet meer, je hebt geen fysieke toegang meer, dan is er niemand die voor jou toegang kan verlenen. Nee, en dan kom je weer bij het verhaaltje over James Howell, die ook een hoop mensen wel kennen. Ja. Die verloor op die manier 7.500 bitcoin. Die stonden op zijn harde schijf. En huidige waarde bijna 50 miljoen. Leuk feitje. Maar weg is weg. Ja. Bitcoin is nog steeds illegaal in een aantal landen. Ja. Waaronder Saoedi-Arabië, Bolivia, Kyrgyzstan, Ecuador, Nepal, Algerije en Bangladesh. Ja.
Dat zijn toch landen, ja. Daar is het nog steeds illegaal om bitcoins te gebruiken. Ja, vind ik stom. Ja, dat heeft natuurlijk ook met de landen te maken. Er zullen heus wel mensen zijn. Dat is wel het voordeel van blockchain. Het. Niemand weet wie het heeft. Nee, dat daarvoor is ook misschien privacy coins. Misschien wel een interessant puntje. Ja, misschien wel. Volgende puntje. Het aantal termijnen bitcoins per blok halveert iedere vier jaar. Dat noemen ze ook wel de halvening. 2020, hè? Zit er weer nieuw aan te komen. Is die weer aan de beurt? Ja. Elke 10 minuten wordt er een blok gemined. Om het maar even over bloks te hebben, zeg maar. Dat is het gemiddelde wanneer er een nieuw bitcoin blok gemined wordt. Op dit moment staat de reward op 12? 12,5. En in 2020 gaat dat dus, om op het vorige puntje terug te komen, naar 6,25. Ja. Wordt die gehalveerd weer. Dus iedere 10 minuten gemiddeld één blok gemined. Ja, nou, en als je die block mining in combinatie met die block reward aanhoudt, dan zal de total cap, dus de 21 miljoen bitcoins, wordt ongeveer bereikt in het jaar 2140. Dat is nog een eind weg, hè? Nou, ik hoop het nog mee te maken. Wordt een beetje moeilijk, maar... Ja, heel veel mensen zeggen dan natuurlijk, vraag en aanbod moet omhoog gaan, omdat er geen bitcoins meer te krijgen zijn. Het wordt natuurlijk steeds schaarser en schaarser en schaarser. Ja, ja. Ook wij gaan meemaken dat de schaarste heel erg toeneemt. Ja. Maar echt de allerlaatste pukje bitcoin, 2140. Sinds april is bitcoin een legale manier van betalen in Japan. Ook een feitje. Ja, leuk. Grappig. Ja, Japan sowieso. Azië doet het sowieso heel goed, hè? De yen heeft een heel groot aandeel in het bitcoin totaal. Ja, Azië leeft het echt, in ieder geval. Allerlaatste feitje alweer. 90% van de wallets heeft minder dan 0,1 bitcoin in de wallet zitten. Vind ik ook een opvallend feitje. Ja, ik dacht dat wel iets... Vind ik veel. Vind ik ook veel. Ja. 0,1 bitcoin is op dit moment, zeg even om een nabij houden koers van 6500 aan $650. Ja. Kijk, je neemt natuurlijk ook gelijk andere landen mee. Dus landen waar ze misschien gemiddeld iets minder geld hebben. Daar snap ik het van. Maar ja, vond ik toch wel een leuk feitje om te weten. Ja, leuk feitje. Dit waren 12 leuke, grappige feitjes ik vind het over ook, bitcoin. Ik denk dat sommige feitjes, dat niet iedereen ze wist. Sommige vond ik ook grappig om te weten eigenlijk. Nou, ja, weet je zelf nou een leuk feitje? Laat die dan even hieronder het filmpje achter. Ook leuk inderdaad, ja, laat het achter als reactie onder aan de video. Elke dag posten we nieuwe filmpjes. Dus vind je dit nou interessant? Abonneer je dan op ons kanaal. Even het belletje aanklikken. Dan blijf je op de hoogte van de laatste filmpjes die we maken. Join ons Discord kanaal. Ja. Vrijblijvend, gratis, leuk. Praat je over crypto. Praat je over normale gang van zaken dagelijks. Iedere zaterdag hebben we om 11 uur livestream. Alle links staan onderaan de video. En zoals Chris al zei, iedere dag tussen 7 en 8 een nieuw filmpje. Ja. Later. Later. We'll be right back.